Het chocoladeklokkenspel. Hoeveel hebben jullie in totaal opgehaald met het chocoladeklokkenspel? Dat weet ik niet. Dat weten we niet. Het is een verrassing. Ja. Oeh, het is een verrassing wat erin zit. Nou ja, weten jullie wel wie er gewonnen heeft? Nee, dat wordt morgen bekendgemaakt. Dat wordt morgen bekendgemaakt. Nou, dan moeten we dat maar eens gaan... Oh, krijgen we dat door de brievenbus? Ah, je gaat daar passen, hè? Nee. Dat past niet. Ja, jullie mogen mee het glazen huis in. Kom mee. Gaan we helemaal achter de schermen langs? Ja, hier staat beveiliging. Daar ziet u niet, maar die is er wel. Maar goed, de helft slaapt ook nog. Ja, kom binnen. Kijk, daar zijn ze hoor. Ja, daar blijven gelijk een camerateam mee. Het chocoladeklokkenspel. Hartstikke mooi. Ja, die was gisteren in de tv-uitzending. Dat heb je misschien nog niet gezien. Nee? Ze weten nog niet hoeveel erop is gehaald. Dat weten ze nog niet. Nee. Dan dat laten we apart tellen door de notaris. Die komt het vanavond ophalen. En dan weten we vanavond, ik denk om een uur of 8, 9, weten we het uiteindelijke bedrag. En laten we dat weten. Helemaal goed. Nou, top. Dus luisteren op de radio als jij wil weten hoe wat. En morgen wordt de winnaar bekendgemaakt. Kunnen we dat ook in de radio-uitzending een momentje van maken van de winnaar van dat gouden klokkenspel? Ja, dat kunnen we ook doen. Nou, helemaal goed. Dus als je denkt, ik heb meegedaan, ik heb geraden, morgen luisteren. En misschien hoor je dan wat jij gewonnen hebt. Hartstikke goed.